Dit is een crack caravan die op het punt staat van instorten. En ik heb anderhalf jaar gewerkt om deze op te knappen en leefbaar te maken. Nou ja, dat is niet echt hoe het ging. Laat ik je even meenemen naar begin 2021. Mijn ouders kwamen op deze rare camping terecht waar een verstopte staakcaravan tussen de bomen stond. Na wat onderzoek kwamen ze erachter dat de vorige eigenaar deze al tijden had verlaten. Dit ding was zo smerig. Er zat schimmel tot aan het plafond. Alles was vochtig, af aan het brokkelen en overal zat onkruid. Via wat omwegen hebben mijn ouders contact gezocht met de vorige eigenaar. En ze hebben het gekocht. Waarom? Zoals jullie weten is een stuk grond in Nederland behoorlijk waardevol. En het idee was om de caravan met de grond gelijk te maken en er iets nieuws op te zetten. Maar mijn ouders gingen toch nog even de caravan schoonmaken. En toen ze alle schimmel, spinnenwebben en ongedierte verwijderd hadden, zagen ze potentie. De potentie om de caravan op te knappen, mooi te maken en een nieuw leven te geven. Om volgens kuiten verhuren en passief inkomen te vangen. Hey! Maar ik zag een verhaal. Een verhaal wat ik niet kon missen. Dus belde ik mijn ouders en zei ik, I'm in, let's fix this shit. Jullie gaan nu progressie van anderhalf jaar zien. Maar laten we eerst even bekijken waar ik überhaupt aan begonnen ben. Zo, hier komen we binnen. Het is ongeveer 400 vierkante meter aan grond. Ik laat het snel even zien. Dit is een hele mooie carport. Je ziet het. Dan is dit dus de staakcaravan. En hier zitten dan de bosjes ernaast. Dus ja, dit moet even mooi ruim worden. Zodat je hier ook makkelijk langs kan lopen. Mijn broertje zit trouwens ook bij. En hij moet bijna kotsen. Zo lelijk en vies is het. En het stinkt hier. En kijk wat een troep. Lelijke gordijnen. Smerig. Overal zitten vlekken. Ja, hier hebben dus oude mensen ingewoond. En die mensen waren volgens mij rond de 90 jaar. Dus het zijn echt oude mensen geweest. Stroom doet het niet juist. Oké, top dat het stroom niet doet. Dat is altijd fijn. Dan hebben wij hier een toilet. En ik heb gehoord dat die heel erg smerig was. Oh, ik wil niet eens kijken, joh. Gadverdamme, man. Oh, wat smerig. Kijk, daar in die vensterbank. Kijk wat er allemaal staat. Allemaal random dingetjes. Echt, als mensen van 90 dit zien, waarom zetten jullie random dingetjes in de vensterbank? Dat slaat gewoon nergens op. Hou daar eens mee op. Random bloempotten die hier hangen. Ja, ik weet het allemaal ook niet. Yo, je hangt een tegeltje aan de muur. Wat staat hier op? Die net klein night eert is een grote nietje weert. Dat is volgens mij Gronings. Dat ken ik zelf ook niet. Ik ben dan Fries, maar dit begrijp ik ook niet. Maar dit soort stinktegels. Hou eens op met die tegeltjes, man. Dit klein niet eert is het grote niet weert. Weet je wat, nu we toch die prullenbak één keer hebben. Nee, we gaan gewoon gelijk bezig. Hoppakee. Oké, doe dat niet bij je oma en opa thuis. Ik denk dat ze best wel boos worden als je dat doet. Maar dit is nu van mijn ouders, dus wij bepalen wat hier gebeurt. Oké, dan komen we hier buiten. Een mooie tafel. En hier hebben we een soort van klein hokje. Kijk ook hoe vies die is. Allemaal groen. En hier gaan we even naar binnen. Ja, kijk, je kan hier bijna niet naar binnen lopen. Alles zat vol. Het stinkt hier ook. Ik weet niet wat hier allemaal staat. Maar dit moet allemaal eruit. Alles moet gewoon mooi schoon. Ja, en dan is dit de tuin dus. Nou, daar moet je even een grasmaaitje overheen natuurlijk. Kijk, de helft van deze bomen die zijn gewoon allemaal dood. Dus we willen al deze bomen die hier staan. Die willen we er allemaal uithalen. Alles moet gewoon plat. Dus ja, hier zijn we de komende maanden wel goed mee bezig. De eerste weken waren voornamelijk voor het fixen van stroom. Dit soort random lekkages. En we moesten een strak plan van aanpak verzinnen. En progressie werd geboekt hoor. Zo, het is inmiddels een week later en mijn ouders zijn al lekker bezig geweest. Want kijk eens even hier. Heel veel troep is weggegooid. Het is nu tijd om even buiten aan de slag te gaan. Ik ga even gras maaien, want het gras dat staat er echt meters bij. De tuin was een regelrechte ramp. Ik begon dus met gras maaien. Met het hele oude lelijke ding. Het gras stond nogal hoog, dus dit ziet er een stuk frisser uit. Kijk eens even, alles is weer mooi kort. Het ziet er alweer een stuk beter uit. Maar je ziet hier bij heel veel hoekjes, zie je nog allemaal gras er tegenaan. En bijvoorbeeld hier onder die bomen zit nog heel veel gras. En daar heb je een hele makkelijke oplossing voor. Een kantenmaaier. En onthoud, een kantenmaaier is geen dagcreme. Dus laag houden dat ding, hè. Laag houden. Een kantenmaaier is geen dagcreme. Wat doe je nou, joh? Ik raakte in de war door die dagcreme. Ja, de afwerking van de tuin is heel belangrijk. Ik heb de kantjes allemaal gemaaid en daarna ging ik een markering scheppen. En je ziet gelijk dat het iets meer op een tuin begint te lijken in plaats van een stuk verwilderde natuur. Daarna ging ik het terras aanvegen, want die was oh zo smerig. Maar ach, wat is dit voor kinderspel? Ik verveel jullie waarschijnlijk helemaal dood. Het is nu even tijd voor het grote werk. We hadden een shovel geregeld om alle dode bomen eruit te trekken. En ondertussen waren we de caravan half aan het afbreken om al het verrotte houtwerk te vervangen en alles opnieuw te isoleren. Kijk eens even, daar gaat ie. Lekker makkelijk. Kijk, boven zijn ze nog wel aardig goed, maar beneden zijn ze zo dood als wat. Echt helemaal kaal. Dus dit moet eruit. Dit gaat er allemaal uit hierachter. En het staat hier ook zo vol. Dus we willen alles een klein beetje opengooien. Nu de heg compleet wordt weggetrokken, is de privacy natuurlijk ook weg. En daarom gaan we hier later een hek plaatsen waar allemaal klimopplanten tussen komen. En ondertussen zijn we ook druk bezig met de caravan zelf. Mijn broertje is bijvoorbeeld het hout aan het schuren en het aan het prepareren voor het verfwerk. Vertel eens, waar
waarom wordt het opgeschuurd? Ik snap er niks van. Zo is het lekker glad. Lekker gladjes, lekker nieuw. Ja, dit voelt ook wel lekker mooi opgeschuurd hoor. Want dit zat echt natuurlijk onder de troep. En dat is een beetje verrot aan het raken. Is dus dan gewoon even opschuurd. Dan is het gewoon weer mooi nieuw. Er is één kozijn zo verrot dat we die echt moeten vervangen voor een nieuwe. En dat kan nog best wel gevaarlijk zijn. Kijk, en dit is leuk. Dit is namelijk doodeng. Het glas wordt er niet uitgehaald. Dat is echt super eng. Mijn broertje staat daarachter en die moet alles opvangen. En die dingen zijn nog best zwaar. Ja, dit is sensatie, jongens. Want je wil natuurlijk niet dat het fout gaat. Maar als het fout gaat, hebben we wel goede content natuurlijk. Want dan heb je een glas die in 1000 stukjes hier ligt. Ik moet alles er even uitschroeven. Het raampje is een, die gaat niet zomaar los natuurlijk. Wat een kutschroef. Rustig, net beweging. Wat nou? Je moet er toch uit? Kijk, een beetje slopen, dat kan ik nog wel. Maar een nieuw kozijn plaatsen, dat waterpas maken en ramen zetten, mij niet bellen. Mijn andere broertje daarentegen is een allround timmerman. Maar hé, denk je nou echt dat hij in zijn eentje een compleet nieuw raam kan zetten? Nou, er zit nu inmiddels een nieuw raam in. Dat heeft mijn broertje helemaal gedaan. En we hebben nu een soort van isolatiefolie ervoor. Het is gewoon een heel nieuw frame. En kijk dan, dit wordt helemaal geüpgraded. Nieuw kozijn. Alle rotte planken worden hier eraf gehaald, alle balken en zo. Voel, dit kozijn hier aan de voorkant is op zich nog best wel goed. Dit kan je gewoon schuren en even opnieuw verven. Kijk, hier in de hoek zit dan wel een stukje wat echt helemaal rot is. Dus dit stuk wordt dan uitgezaagd. Wordt even een nieuw stuk tegenaan gezet. En dan wordt het allemaal even mooi overgeverfd. En dit rode hier, dat ziet er natuurlijk niet uit. Dus er komt een soort van grijs tegenaan. Heel erg vet. Hier, dit is ook allemaal bijgeschuurd. Dit was helemaal rot in de hoek. En verder is de hele caravan mooi al geschuurd. En ik zeg eerlijk, dit gaat behoorlijk lekker. Ik dacht echt dat we een half jaar bezig zouden zijn. Maar ik denk er echt dat we in een paar maanden zo klaar zijn. We zijn nu ook al 2 maanden bezig. Ja, en hier binnen ligt nu gewoon heel veel bende. Dat doen we later allemaal. De inrichting komt later. Eerst moet even alles goed gefixt worden. Kijk, deze kant van de caravan is nog goed. Dus dat blijft allemaal mooi staan. Die kant ook. En deze, die was gewoon helemaal verrot of zo. Dus die is er nu dus helemaal uit. Deze kant moet er nog helemaal uit. Dus dit hele stuk wordt nu losgehaald. Dan gaat dit er allemaal uit. Het kozijn gaat eruit. Die wordt allemaal vervangen. Ik ging dus maar eens deze hele kant eruit breken. En je vraagt je misschien wel af waarom we alleen deze kant eruit breken. Nou, dat is best geinig. Want deze kant van de caravan staat precies onder wat bomen. Die bomen vangen natuurlijk heel veel vocht. Dat vocht valt precies op deze kant van de caravan. De zon kan de caravan natuurlijk niet drogen, omdat, die klote bomen ervoor staan. En tada, binnen een paar jaar is je zijkant verrot. Grappig, hè? Haha! Kijk eens even, die hele zijkant die is eruit. Dus dit raam kan er zo ook uit. En al dit piepschuim, dat gaat er ook uit. Dus dit wip ik er snel even uit. Huppakee. Ja, dit is satisfying hoor. Al die piepschuimplaatjes eruit halen. Hoop werk, hoop gezeik. Het slopen is na weken tijd gelukt en nu is het tijd om de schoonheid van deze caravan naar boven te toveren. Ze is al lekker gladjes geschuurd. En nu zetten we haar in een lekker grondverfje. Het is inmiddels 2 weken later en ik ben hier echt al een tijd niet meer geweest. En kijk eens even wat er gebeurd is. Ongelooflijk. Alles zit in de lak. Het is echt 5 keer geschuurd. En mijn broertje is dus een timmerman en hij is echt lekker bezig geweest. Want er zijn heel veel kozijnen die gewoon half verrot waren. Dat hout was gewoon helemaal weggerot. Hier, kijk. Je wil niet weten hoe dit ervoor eruit zag. Hier komt even een foto. En dat is dus nu dit geworden. Hier komt nog even een verfje overheen. Een lakkie. En kijk, dit is allemaal splinternieuw. Allemaal nieuw hout. Dit kozijn is helemaal vervangen, want die was dus helemaal verrot. En dat komt puur door deze bomen. Daardoor droogt het gewoon veel minder snel. En heb je gewoon veel meer dat het hout gaat rotten. En kijk eens even hoe netjes dit is. Hartstikke mooi toch? De vorige keer heb ik dit natuurlijk helemaal eraf getrokken. De vorige keer heb ik dit dus allemaal eraf getrokken. En hier komen nu allemaal van die nieuwe balkjes tegenaan. De nieuwe stukken hout en kozijnen zitten erin. De grondverf zit er ook op. En we hebben een mooi lakkie gevonden, joh. Als finishing touch. Aanschouw. Kijk eens even, het zit strak in de lak. En dit wordt het kleurtje dus. Een beetje zo grijs-blauwig-achtig. Ook het kozijn hier is mooi wit geverfd. Dus dat is ook klaar. Nou, we gaan even lekker verven. En dan zijn we zo goed als klaar met de buitenkant. De hoge drukkenreiniger moet er even overheen. En dat ga ik doen. Want het dak ligt onder het mos. Hey, daar gaan we dan. Let's go! Dit blijft altijd zo satisfying om naar te kijken. Hè? Lekker iemand die aan het schoonmaken is. Terwijl jij met de bakje chips op de bank zit. Dit dakje is in ieder geval weer schoon. En poeh, deze zat helemaal vol met mos. Ah, je ziet het ook weer helemaal schoon. Van buiten is de caravan nu bijna klaar. De onderkant is nu trouwens ook mooi geverfd. En die hebben we zwart gemaakt. Maar we hadden nog een groot probleem. Die bomen, hè, waar ik het over had. Die hebben natuurlijk al deze ellende veroorzaakt.
wegzaagt. Dus we hebben een hoogwerker geregeld. En gingen we deze boosdoeners wegzagen en kreeg de caravan eindelijk weer zonlicht. En toen was het eigenlijk maanden wat stiller. Mijn ouders zochten wat tegels uit voor de nieuwe bestrating buiten. En er werd vooral binnen de caravan geklust. Dit was een heel langzaam proces en heeft oprecht bijna een jaar geduurd volgens mij. Oh, in die tijd zijn trouwens wel beide hokjes helemaal gefixt. Er zijn gewoon compleet nieuwe daken opgelegd. Maar goed, ik wil dat proces allemaal niet laten zien. Ik wil jullie nu het eindresultaat showen. Anderhalf jaar is er gewerkt. Mijn ouders waren hier soms dag en nacht. En ik zeg je heel eerlijk, het resultaat mag er zijn. Mensen, dit gaan jullie niet geloven. Het is inmiddels een half jaar later. Ik ben zo lang niet bij de camping geweest. En kijk wat er is gebeurd. Dit is ongelooflijk. Mijn ouders zijn hier eigenlijk anderhalf jaar elke dag bijna geweest. Die hebben alleen maar aan dit ding lopen werken. Het is echt insane wat hier gebeurd is. Praktisch compleet nieuwe hokjes, nieuwe daken. Daar een nieuw dak op, nieuwe tegels. Het is allemaal opnieuw bestraat. Daar een hokje en daar boom de caravan. Hier stonden allemaal heggen. Hier staat nu een hek. Echt, volgens mij is alles hier aangepakt. Pak, niks is meer hetzelfde. Volgens mij stonden hier ook nog 3 extra bomen. Die zijn ook gewoon compleet weg. Die bomen zijn mooi gesnoeid. Er liggen hier wel overal eikels trouwens. En ook recht in je beeld nu. Dus die boom is niet echt optimaal voor deze plek. Want je houdt het moeilijk schoon. Maar goed, dat was allemaal lekkage. Dat is allemaal gefixt daar. Ja, wat er in deze hokje staat boeit niet heel veel. Dus een beetje shit wat ook allemaal gefixt is. Waar heel veel tijd is zat. Het was echt allemaal stuk in ieder geval. Maar het doet het weer. Oh ja, hierachter was ook nog een waterleiding geknapt. En dit hokje hier wordt waarschijnlijk nog een soort van slaapplek. Ja, dit is echt nog een smerig hok, maar dit kunnen omtoveren tot een slaapkamer. Alle strippen hier, isoleren, mooi aankleden, bedje erin, klaar om te verhuren. En ik sta nu bij de voorkant van de caravan en hier is ook zoveel veranderd. Dit was echt zo lelijk in het begin. Al dit hout hier was groen en glad. En het is nu gewoon een chille zitplek geworden. Kan je lekker chillen, lekker biertjes drinken. Oké, dan gaan we naar binnen jongens en dit willen jullie echt zien. Dit is zo ziek. Dit is dan de caravan van binnen. Het is echt ongelooflijk hoeveel hier veranderd. Is. Alles gestript, alles geverfd. Het stinkt hier trouwens nog wel een beetje naar verf. Er hingen hier allemaal van die lelijke bordjes. Alles mooi schoon, clean. Een lekker tafeltje, een lekker warm kacheltje. De bank vind ik zelf niet heel mooi, maar goed, het is een bank, je kan zitten. Oh, hier trouwens is de douche en die is helemaal niet verbouwd, want die was nog best oké. Dus hier zit de douche en hier zit de wc, waar ook wel het een en ander veranderd is. Volgens mij is dit een hele nieuwe pot en een nieuwe bril eromheen. Keukentje ziet er zo ook strak uit. En dan de slaapkamer, jongens. Ja, dit spreekt voor zich eigenlijk. Ja, het is gewoon lekker schoon en lekker mooi. Het is niet heel groot of zo. Wel een heel groot bed hoor. Voor een caravan is dit echt wel een ziek groot bed. En vanuit bed kan je ook gelijk naar buiten stappen. Ja, het is gewoon een heerlijk plekje om lekker tot rust te komen. Lekker op vakantie te gaan. Lekker een weekendje te zitten, weet je wel. Maar goed, ik ben enorm trots op mijn ouders. Ze hebben hier echt anderhalf jaar aan gewerkt. Gewoon dedicated. En het is echt een mooi resultaat geworden. En nu is het gewoon verhuren en cashen maar. Let's go. Passief inkomen, jongens. Let's go. Ik ging trouwens zoveel mogelijk proberen af te vallen binnen 1 uur tijd. Het resultaat is schrikwekkend. Check het hier. Dit wil je zien.